De hijab wordt continu aangevallen. Zowel het concept vanuit islam als degene die het dragen. Ook actueel is het niqab-verbod, waarbij zusters niet mogen komen bij bepaalde instellingen bijvoorbeeld. We lezen regelmatig berichten op social media dat zusters niet worden aangenomen omdat zij een hijab dragen, of dat zusters worden ontslagen wanneer zij beginnen met het praktiseren van islam en de hijab willen dragen. Ook zien wij regelmatig beelden voorbij komen waarbij zusters worden aangevallen op straat omdat zij de islamitische sluier dragen. Wat is het probleem dat deze mensen hebben met de hijab? Ik heb nooit begrepen waarom een stuk stof zo intimiderend kan zijn voor de mensen. Totdat ik erachter kwam dat het niet ging om een stuk stof, maar het ging om normen en waarden. Het ging om alliantie. Het ging om identiteit, welk indruist tegen Westen en Westers manier van leven. Bijvoorbeeld, op werk wordt er gesproken over neutraliteitsbeginsel. Oftewel, er mag geen teken zijn van politiek voorkeur, religieus voorkeur. Dus, oftewel, het gebruik van een hoofddoek. Dus zij zeggen dat ze hierin neutraal zijn. En daarom is een hoofddoek, wordt dat niet geaccepteerd op een bepaalde werkvloer. Maar je bent in feite niet neutraal, want je neemt wel een standpunt in. Wat mag wel en wat mag niet. Dus je beperkt het. En het is een hele seculiere standpunt, welk iemand inneemt. Dus je kunt het onmogelijk neutraal noemen. En daarnaast hetzelfde neutraliteitsbeginsel, welk eigenlijk religie en politiek wilt afzweren en weghouden op een werkvloer. Is het belangrijk dat men moet kijken naar de kwaliteiten van een persoon in plaats van hoe een persoon eigenlijk in feite gewoon uitziet. En dit is waar zij geen onderscheid in maken. Zij gaan eerst kijken of jij door een scan gaat op basis van of jij religieuze politieke uitingen hebt. Is het conform zoals wij, zij dus, het willen? Dan pas wordt er gekeken naar de vaardigheden of iemand capabel is om bepaalde werk uit te kunnen voeren. Daarnaast is er niet enkel, zoals ik vaker heb vermeld, de hoofddoek welk een probleem vormt. Het is islam in totaliteit. En zij zeggen zelfs dat de hoofddoek, dat het onderdrukkend is, dat het een soort van belediging is voor een vrouw. Maar kan iemand mij aanwijzen dat een groep moslima's duidelijk hebben aangegeven dat zij dit dragen omdat ze onderdrukt zijn in Europa? Of dat zij een probleem hebben met de hoofddoek? Is dat duidelijk ergens aangegeven? Het probleem is eerder dat de moslima's onder druk door het Westen worden gezet. Als jij je hoofddoek draagt, mag je geen educatie volgen. Als jij een hoofddoek draagt, dan mag je hier niet werken. Als jij een hoofddoek draagt, dan mag je niet in zulke instanties aanwezig zijn. Zulke termen en zulke gevoelens worden er gecreëerd. Waardoor het heel moeilijk is voor een moslima om vast te houden aan hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft aangegeven. En ze praten heel vaak ook over universele waarden. Ja, maar dat zijn universele waarden. Maar als het universele waarden zijn, waarom leg je dan op aan ons als het universeel is? Dus het zijn geen universele waarden. Het zijn specifieke waarden. Seculier liberalisme is geen maatstaf voor ons om te bepalen wat is goed, wat is fout, wat is lelijk, wat is mooi. Dat is islam. Dat is onze weegschaal. En wij winden hier geen doekjes omheen. Een ander punt is dat zij enerzijds zeggen, wij hebben een vrij land, leef vrij, we zijn individueel, leef individualistisch. Maar aan de andere kant willen ze ons beperken in het uitvoeren van onze religie. Dus ze hebben geen probleem wanneer een individu aangeeft, ik wil een hoofddoek dragen. Het is een individu. Maar wanneer het collectief wordt gedragen, zoals letterlijk als figuurlijk, dan zien wij dat het een probleem vormt. Wij zien ook dat men terugkeert naar islam. Wij zien ook dat er ook een collectieve mobilisatie plaatsvindt om islam in haar totaliteit te omarmen. Dus wij als moslims
En vooral de moslimzusters, omdat het om, de hoofddoek gaat, voel je bevrijd dat Allah subhanahu wa ta'ala jou beperkt. Het kapitalisme is geen graadmeter voor ons. En wij dienen, dus de zusters dienen in feite, ondanks druk van de omgeving, van degene die jij ook lief hebt, van de politici en media, welk druk zij ook opvoeren, de zusters dienen standvastig te blijven en conform islam te handelen. En het is niet makkelijk, maar inshallah zullen de zusters hoofd boven water houden.